De bewoners van Koekoekslaan 5 gaan hard aan het werk. Ze moeten geld verdienen. Waarom? Kijk zelf maar. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, een nieuw gezicht. Ja. Oh, werk jij tegenwoordig hier? Ja. En hoe komt dat zo? Om geld verdienen, voor het feest. Goh, dus je krijgt een feest en moet flink verdienen, hè? Nou, dan zal ik maar eens iets bij je kopen. Ja, zou je mij zo'n pakje van die heertjes willen geven? Zo. Kijk eens. Dankjewel. Heb ik dat goed? Ja, 84. Perfect. Kijk eens, alsjeblieft. Dankjewel. Fijn, dankjewel. Hallo. Hey Masja. Hey Mas. Heb ik gewerkt? Ik dacht, kom maar even op je thee. Gezellig. Ja, leuk. Ik ben zo blij dat we thuiswerk hebben. En het verdient goed, joh. Ja, alles voor het feest. Zal ik uitnodiging maken voor wie we gaan uitnodigen? Dat lijkt me een goed idee. Marjoke. Isabel, Jonathan, Francisca, Richard, Bram, Anja, 11, 12, 13, 14, 15. Zo, ik ga de laatste dingetjes post doen en dan zie ik jullie daarna. Oh, werkt ze nog? Ja, jullie ook. En tot bij het eten, hè? Tot bij het eten. Tot straks, hè, werkt ze nog. Doei. Ja. Nog hard gewerkt? Papier gevouwen en toen in de enveloppen gedaan. Laat het je smaken. Ja. Ja. Het is echt heerlijk. Ja, het smaakt ook. Ja. Heerlijk. Echt. Geweldig. Dit mag je echt vaak maken. Ja. Hebben we een beetje veel verdiend, Emiel? Nou, niet genoeg geld voor het feest. Maar het schiet wel lekker op. Morgen weer een dag, dus morgen komt er weer geld bij. Misschien is het een leuk idee om leuke dat ik de hapjes maak voor het feest. Misschien is het ook beter dat we ook op de brief zetten dat de gasten ook wat mee kunnen nemen. Want dat is ook een stuk goedkoper. Nou, vind ik wel goeie, Matthijs. Wat jij, Marcia en Alice? Ja, goed plan. Ja, goed plan. Hey mam, met mij. Hé, bedankt hè, voor de lasagne. Ze vonden het heerlijk. Ja. Hé, mam, slaap lekker hè. Dag mam. 2, 4, 6, 8, 10. Volgende maand weten we of ze genoeg geld verdiend hebben.